kokosvet, dat smelten we op vuur. En als dat helemaal smolt, dan doen we er voegelvoer in. En dan hebben we of komkes of kopkes en dan gieten we het erin en dan litten we het droegje. Ja, dan hou je het eruit en dan met bakpapier eromheen en dan het vetbol. Hoi, ik ben Lisa. En ik ben Astrid. En wij maken het vetbol. We hebben een normale vetbol, die is 1,50. En we hebben een vet dennenappel, die is ik 1,50. We hebben een komke en je knikt naast een skaaltje onder, die is jouw euro. En kopke, die is ik jouw euro. En van dat geld hopen we een keten kunnen bouwen. Maar waarom wil je een keten? Voor mij is je vriendin buikort zitten. Oh. Ja, en ik heb ook weer op een joen. Ik heb daar gewoon zitten. En speelt het aan dat het een gezellige joen wordt. Het is toch leuker als het in een keten is dan als het in een wenkjongens is. Ja. Ja? Ja. Waarom dan? Nou, Oorshest, die vroeger. Ja, en H&M. En bijvoorbeeld hun hebben televisie en dan kisten komen net verstaan. En dan, ja, dan is dit wel volle fijner. Echt even een plekje voor je dames. Ja. Ja. dit kraampje hebben we nog niks mee verkocht, want dit is die er pas sinds Juwet. Oh. Ja. Alleen via Facebook en vrienden, familie en zo is wel best wel wat verkocht. Ja. Maar dit was niet je eerste actie, hè? Nee, vorig jaar hebben wij pindakrans maken. En pindakrans? Ja. Ja. Wat is dat? Het is nou een strookkrans. En daar hebben we allemaal pinda's dan opplakt en dan kennen de vogeltjes dat ik eten. En van dat yield hebben we dus de bimhut en het kiepenhok maken. Zo. We bjetsen bijna elke zaterdag. En dan zijn we steeds bezig met de vetbollen samen. Maar eerst zijn we heel erg bezig met het kiepenhok en de bimhut. Platform hier, alleen de rest hebben we allemaal zelf gebouwd. Je kunt wel aardig timmeren hier dan? Nou, ik zie het soms helemaal goed. Nee? Nee, maar lukt wel goed. En alles, het meeste hebben we timmeren, want we binnen goed met een boormachine. Nee? Nee. Is dit met het worden? Ja, ja. Dit wit. Het is nog heel rommelig en zo. Heel rommelig. Maar die fietsen moet al die plakken krijgen en heel veel kan je gewoon uitstorten. Ja, en dan krijgen we hier een doek of zo. En dat die motors en de fietsen misschien daar bloeien steken. En dan is dat stukje van huis. Nou, is dat van huis en mij van mezelf in je rug. Ja. Nou, er is nog wel even wat te doen, hè? Ja.